Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft minister Oeraikit Ramsaran gevraagd opheldering te brengen in de kwestie waarbij overheidsgepensioneerden de koopkrachtversterking van 1800 SRD niet hebben ontvangen. Wegens gebrek aan informatie kon de vicepresident voor aanvang van de ministerraadsvergadering niet ingaan op vragen van journalisten en haalde de bewindsman erbij. Ramsaran wilde aanvankelijk de pers niet spreken. Hij verklaarde later dat het geld binnenkort wordt gestort. Even om te geven dat via sociale zaken die mensen kunnen registreren en dat ze in aanmerking komen. Maar ik weet dat er een hele goede lijst is gepresenteerd van een aantal duizenden mensen die al zijn geregistreerd. Dus maar als er nog problemen zijn, dan moet de communicatie beter lopen. Dus de mensen kan jullie komen uitleggen. Ja. Wat gebeurt er met die 1800 van de mensen? Nou, die 1800 zijn volle vaart. We hebben vandaag nog de laatste aanvraag gedaan om de betaling van juni. Van juni alvast in het systeem te brengen, zodat de mensen voor de 10e van de nieuwe maand juli het geld kunnen ontvangen. Dat betekent volle vaart. Dat betekent dat mei zal betalen. Mei zal betalen. En juli. De VB zegt dat het geld beschikbaar was. Hij meent dat mensen niet opgeroepen zullen worden als er geen geld is om uit te betalen. Willen weten waar die mensen moeten registreren. Ten aanzien van de registratie, vicepresident, ik heb een voorstel opgesteld dat ik daar ook zal mededelen om de seniorenburgers makkelijker tegemoet te komen. En ik vraag dan dat we dan de nodige ondersteuning geven aan dit voorstel, waarbij de seniorenburgers dan makkelijker in aanmerking kunnen komen voor die 1800. Is dat vanaf? Ik ga het nog vanaf. Dus er zijn twee gevallen. We hebben gepensioneerden van het ambtelijke, die krijgen al die 1800. Die hebben vanuit hun salarisadministratie dan die 1800 al ontvangen. En we hebben gepensioneerden uit de private sector. En degene uit de private sector, daar zijn de pensioenbedragen soms heel hoog. Dus daar hadden we nog steeds criteria behandeld om te kijken hoeveel u per huishoudens ontvangt. Maar natuurlijk, als wij daarvoor kunnen zorgen dat de seniorenburgers de uitzondering kunnen krijgen vanuit de regering, dan zal ik van mijn kant uit dat voorstel eruit brengen, zodat wij dan vanuit de regering dat besluit kunnen doen. Brunswijk vindt dat de betalingen in orde moeten komen en de gemeenschap gerust mag zijn dat alles goed komt.